goedemorgen allemaal. Dan zijn we er weer vandaag. En vandaag beginnen de nationale voorleesdagen. Vertel er eens iets over. Er wordt heel veel voorgelezen dan. Oh. Ook door papa's en mama's. Maar je kunt ook op internet kijken. Er zijn ook allerlei filmpjes van mensen die boeken voorlezen. En deze keer is het boek wat centraal staat. Coco kan het. Oh, een heel leuk boek over een vogeltje. Leuk. En hebben we ook weer knutselactiviteit dadelijk? Tuurlijk. Zullen we eerst even gezellig goedemorgen zingen met z'n allen? Doen jullie mee? Daar gaan we dan, hè. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Zo, goedemorgen. Dan ga ik naar mijn knutseltafel. Ja, leuk. Coco kan het. Nou, ik ben heel benieuwd waar het over gaat, het mooie boekje. Coco is een vogel. Daar gaan we. Vandaag is de grote dag, zegt mama. Kijk, alle kleine vogels gaan voor het eerst vliegen. In de boom zitten allemaal nestjes met vogeltjes. Ga jij ook maar, Coco? Je kunt het. Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog? Ze drukt haar vleugels plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest. Ik durf niet, denkt Coco. Maar ik ben een vogel en vogels vliegen. Coco kijkt een beetje sip. En als het lukt, dan kan ik samen met mijn vriendjes mooie vormen vliegen. Dat lijkt me leuk. Kijk, ik doe allemaal rondjes vliegen. En boogjes vliegen. Dat is leuk. Maar als het niet lukt, dan val ik heel hard op de grond. Plok! Oh jee, daar ligt Coco op de grond. En als ik vlieg, dan kan ik eindelijk eten wat ik zelf wil. Want ik denk dat Coco liever een vliegje heeft in plaats van een wormpje. Maar als het niet lukt, dan is het heel gevaarlijk daar beneden met die grote kat. Oei, oei, oei. Brrr, zegt Coco. Mama, ik blijf gewoon bij jou. Ik kan het niet. Natuurlijk kun jij het ook, Coco. Je hoeft alleen maar je vleugels uit te slaan. De rest gaat vanzelf. Probeer het maar. Nee, mama, ik kan het echt niet, piept Coco. Ik weet zeker dat je het wel kunt, lieve schat. Ik zal je helpen. Nou, ik ben benieuwd wat mama gaat doen. Hupsakee! Goed fladderen met die vleugels. Ah, roept Coco. Ze vliegt door de lucht. Help! Mama! Oh jee, als dat maar goed gaat, jongens. Coco heeft de vleugels voor de ogen. Flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Volgens mij gaat het goed komen. Ah, ik vlieg! Ik kan het, juicht Coco. Woei! Schrok wel even hoor. Ik denk, dat gaat helemaal mis. Gelukkig, Coco kan het. En kijk, hier zijn alle vriendjes. Hallo, ik ben Coco. Hoi, hoi, hoi. En Poes die kijkt niet blij. Die vindt het jammer dat het Coco gelukt is, denk ik. De hele dag doet Coco niets anders dan vliegen. Ze vliegt zelfs naar het topje van de allerhoogste boom. Hier roept mama. Coco, kom je? Mama, kijk eens wat ik al kan. Doe je voorzichtig, Coco, roept mama. En pas op voor die
Boom! Oh jee. Coco botst tegen de boom. Je moet ook niet achteruit vliegen, hè? Zo. Pleistertje van mama. Lieve Coco, fluistert mama. Nu zijn je vleugels moe. Maar jij kunt goed vliegen. Ga maar lekker slapen. Want morgen is er weer een dag. En ik denk dat Coco morgen weer lekker gaat vliegen. Joehoe! Nou, knap hè, van Coco. Super knap. Nou, eens kijken wat we gaan knutselen met juf Margaret. Nou, ik denk dat jullie het al wel een beetje weten. We gaan Coco en mama knutselen in het nest. Jullie papa's en mama's hebben een e-mailtje gehad. En daar zit een bijlage bij die ze kunnen uitprinten. En dan krijg je deze kleur laten zien. Je kunt hem natuurlijk gewoon kleuren of verven. Maar wij hebben er iets anders mee gedaan. En wat heb je nodig? Een papiertje. Wij hebben geel. Maar het mag ook een andere kleur natuurlijk. Groen. En zwart. Daar knip je dan hele kleine stukjes van. En kijk, dat kun je op Coco en de mama van Coco plakken. De snavel kun je geel maken, zoals in het boekje, maar misschien vind je rood wel veel mooier. Kan ook. En wij hebben het nest groen gemaakt. Maar je kunt het ook paars of roze maken als je dat leuk vindt. En kijk, zo kan het dan worden. Coco en mama in hun nestje. Heel veel succes ermee. Klinkt wel heel erg leuk om dat te doen. Ik heb er al zin in hoor. Dus papa en mama, hou goed de e-mail in de gaten. En dan kan je voor uitprinten. En als het niet lukt, dan laat het ons maar even weten. Heel veel plezier ermee. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Zwaaien jullie nog even mee? Daar gaan we dan, hè. Dag, dag allemaal. Dag, dag allemaal. Het spelen is alweer voorbij. Dag, dag allemaal. Tot de volgende keer. Ja, dan zien wij elkaar wel weer.